Ik vind niet dat er genoeg aandacht is voor Paralympische sport. Weet je, heel veel Nederlanders zeggen, ja, waarom zien we het nou niet op tv? En, maar ja, weet je, het komt er niet op. Ik hoop dat we door goede resultaten op de Spelen bijvoorbeeld het bekender kunnen gaan maken. Want het is gewoon heel cool om naar te kijken. Het gaat over de 100 km per uur. Veel mensen zeggen inderdaad, oh ja, je bent mentaal wel sterk, maar weet je, ik ben gewoon mezelf. Ik vind als je een beperking hebt, dat je in ieder geval moet gaan sporten. Laat je nou gewoon door je beperking geen grenzen stellen, weet je. In je leven kun je gewoon doen wat je wil, als je erin gelooft. Het is een zwaar leven om een topsporter te zijn, maar ik vind het leuk om een doel te stellen en daarvoor te gaan werken. Ik ga voor een gouden medaille op de Paralympische Spelen en daar ben ik nu keihard voor aan het werk om dat te halen. Ik leef voor het skiën nu. Ja, als zitskier gebruik ik natuurlijk gewoon andere spieren als een valide skier. Ik bedoel, ik gebruik veel meer mijn bovenlichaam en mijn buikspieren. En wat andere skiers wel met hun heupen doen, doe ik ook met mijn heupen. Alleen de knieën, die heb ik natuurlijk niet. Ik zit in een soort bakje, die is op mal gemaakt met mijn lichaam. En daaronder zit een ski. En ik heb twee krukjes aan mijn armen voor extra balans. Ik ben Jeroen Kampscher en ik ga voor goud op de Paralympische Spelen.